Daar hebben we die kleine lieve duivel weer, Yana Batyrchina uit Rusland, de grote favoriet hier en lieveling van het publiek. En dat kan moeilijk anders ook. Zij moet, maar zekerheid hebben we er niet over, waarschijnlijk 12 jaar zijn. Ze kan niet meer dan 14 jaar zijn. Zij is zeker 20 centimeter kleiner dan de grote concurrente Olga Gontar uit Wit-Rusland. En de vraag is, wat doet dit meisje binnen enkele jaren als ze wat zwaarder en wat groter zal geworden zijn? Want nu springt ze met groot gemak de moeilijkste sprongen hier op deze 12x12 meter vloer. Yana Batyrchina, al goed voor 1 keer goud, tweede in het allround klassement. En zeer sterk met deze tijger. Kijk, daar had u zo'n voorbeeld van een atletisch uitgevoerde en toch elegante sprong. Hier weer. En ze lacht voortdurend. Dat konden de kijkers dit jaar in Tille al voor het eerst bemerken toen zij hier het toernooi won, voor junioren dan wel te bestaan. Tillet ligt bij Parijs. Wordt met beide knopsen, dacht ik te zeggen, maar met één hand geworpen. Dit is uiteraard een slot met risicodeel en geloof me, die oefening zal hoger scoren dan deze van de twee meisjes die we tot nog toe hebben gezien. Veel moeilijkheid, veel risico, maar het is dus vooral natuurlijk bij de uitvoering dat af en toe wat foutjes gemaakt worden. Ik herinner er u ook aan dat er twee groepen juryleden de oefening beoordelen. Die mogen zeker zijn dat die oefening perfect in elkaar steekt. En dan is het alleen nog uitkijken of bijvoorbeeld risicorijke delen met succes worden afgerond. 60 en de lat ligt nu bijzonder hoog. Vooral voor Olga Gontar.